Hi there. Welkom op deze examentraining HAVO Engels, Centraal Examen 2018, tijdvak 1. In dit filmpje behandel ik tekst 1 en tekst 2 van het examen Engels 2018, tijdvak 1. Zorg dat je een kopie naast je hebt liggen van het tekstboekje en van het vragenboekje en van het antwoordblad, zodat je mee kunt lezen en mee kunt schrijven, aantekeningen maken en dergelijke. Oké, bij elke tekst die je gaat doen, begin je eerst met een globale indruk te krijgen van de tekst. Dus dan roep ik even de tekst op, van de eerste tekst van het examen. En die heet Carbon-Based Energy. En wat is Carbon-Based Energy? Een beetje een technische term, maar dat zijn eigenlijk de soort energiebronnen die we van oudsher kennen, zoals olie en kolen. Dat zijn carbon-based energy. En die vervuilen dus heel erg. En er is helemaal een trend nu bezig om duurzame energie, zonne-energie, windenergie en dergelijke, groene energie, te gebruiken, zodat er minder vervuild wordt. Dus dit kleine artikeltje gaat blijkbaar daarover. Ik zie onderaan dat er een gap is die we in moeten vullen. En verder valt er niet zo heel erg veel op. Hè? Er staat een naam onder, dus het zal wel een ingezonden brief zijn of iets dergelijks. Uit de Times of Oman uit 2013. Oké, dan kijken we even naar de vragen om te zien hoe we die tekst moeten lezen. Daar gaat hij. Carbon-based energy. Which of the following fits the gap? Nou, bij dit soort vragen, bij gap-vragen, is het altijd handig als je van tevoren alvast de vertaling ernaast schrijft. Dan zou je denken, oh, dat kost al veel tijd. Dat valt eigenlijk best mee. En strakjes, als je het in moet gaan vullen, zul je zien dat je het sneller het antwoord ziet als de vertaling daarnaast staat. Nou, afford betekent veroorloven. Ignore betekent negeren. Als je het niet weet, even opzoeken. Organize betekent organiseren. Prevent betekent voorkomen. Dan gaan we terug naar de tekst. En die gaan we lezen, zodat we dan straks zien wat we in moeten vullen. For the developing world, where there are millions of people suffering from abject poverty, lack of drinking water, malnutrition, premature deaths, etc., the priority is to achieve the fastest feasible rate of economic growth. Nou, het gaat, zoals je ziet, over the developing world, dus dat is de ontwikkelingslanden, vanwege armoede, gebrek aan drinkwater en malnutrition, ondervoeding, is de prioriteit om te bereiken, to achieve the fastest feasible rate of economic growth. Ze willen zo snel mogelijk economisch groeien. Dat is de eerste prioriteit. Het is een economische prioriteit. Carbon-based energy is by far the cheapest source. Is bij lange na, nee, zeg ik het verkeerd, is omgekeerde van bij lange na niet. Het is juist de goedkoopste bron van energie. And this is likely to remain so in the foreseeable future. As such, vanwege dat feit, it is the energy of choice of developing countries. En daarom kiezen ze graag voor die traditionele energiebronnen. Taking the step of switching over to a dearer source of energy, om de stap te nemen om over te gaan naar een andere energie, dearer betekent zowel liever als more expensive, more costly. En eens een keer hebben we dat woord gekozen, omdat dat natuurlijk dubbel is, hè? Want je zou liever over willen gaan naar duurzame energie, maar dat is ook meteen duurder. Dus om de stap te nemen om over te gaan to a dearer source of energy is something developing countries cannot. Nou, dan weet je eigenlijk al het antwoord bijna, want het gaat over economie en het gaat over dat ze de goedkoopste bron willen hebben. Dus dan gaan we even terug naar de vragen. En dan kijken we of er een antwoord bij is wat daarover gaat. Veroorloven, nou die zou kunnen, negeren, organiseren, voorkomen. Nee, nou zie je meteen dat het antwoord A moet zijn. Antwoord A. Dan gaan we naar het
antwoordblad. En dan vullen we daar A in. En dat is hier. Oh, dat is niet helemaal goed. Zo, daar gaat hij. Antwoord A. Oké, dan gaan we naar tekst 2. Google meets Grey Matter. Google, nou iedereen is bekend met Google, hè, die enorme internetgigant, meets Grey Matter. En er staat er een fotootje bij van een hersenpan, dus dat is die grijze stof in je hersenen. En verder valt er niet zo heel erg veel op. Onderaan staat London Evening Standard 2013. Dus het is ergens in een krant in Engeland verschenen. Dan kijken we naar de vragen. Want hoe moeten we dit lezen? Text 2. I had to Google that quote. Nou, bij een quote moet je altijd eraan herinneren dat je die even highlight in de tekst. I had to Google that quote. Gaan we straks highlighten in de tekst. How can this comment be characterized? Hoe kan het worden gekarakteriseerd? Wat voor karakter heeft dat commentaar? I had to Google that quote. Ik moest dat citaat moest ik even googlen om te weten waar het over ging, of wie het gezegd had, of wat dan ook. In elk geval, die persoon die dat zegt, die moest even dat citaat even googlen. Bij alternatieven zoals hier, A tot en met D, die elk uit één woord bestaan, is het raadzaam om die ook te vertalen en daarnaast te schrijven wat het betekent. Want dan zie je straks sneller welke het moet zijn. Condescending. Als je het opgezocht hebt, dan vind je neerbuigend. As indifferent, onverschillig. Lighthearted, luchtig, grappig. As surprised, verbaasd. Nou, dat zijn vier echt heel verschillende dingen. Dan gaan we naar de tekst kijken en dan gaan we eerst die quote zoeken, last sentence. Dus dat zal wel niet zo moeilijk zijn. Terug naar de tekst. En daar zien we hem al. I had to Google that quote. Daar staat hij. Nou, we moeten eerst de tekst lezen om te kunnen zien waar dat over gaat. Die laatste regel, waar dat op slaat. Ik begin bovenaan. Now we all have our heads in the cloud. Nou, dat is al meteen figuurlijk bedoeld, hè, want we hebben onze hoofden niet letterlijk in de wolken. Maar we have our heads in the cloud. Dat betekent als uitdrukking dat iemand een beetje heel hoog van zichzelf denkt. Maar hier in connectie met Google heeft het natuurlijk te maken met de cloud, hè, met spullen, met gegevens opbergen in de cloud op het internet. We all have our heads in the cloud. According to a Harvard University study, many of us consider search engines to be electronic extensions of our brains. And our reliance on sites such as Google has made us more forgetful. Okay, dus hier gaat het erover dat er een studie is gedaan, een onderzoek, en daar is uit gebleken dat de mensen vinden dat search engines zoals Google zijn extensions of our brains, een uitbreiding van je eigen hersenen. In andere woorden, het hoort zo'n beetje bij je eigen hersenen. And as our reliance on sites such as Google has made us more forgetful. Reliance wil zeggen dat we erop vertrouwen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we vergeetachtig worden. Dus omdat we meer vertrouwen dat we de feiten kunnen vinden in Google, onthouden we minder. Dat is wat die eerste alinea beweert. This shouldn't come as a surprise. Ja, dat is niet verrassend. Using a calculator made my mental arithmetic rusty. My diary means I can rarely recall dates of meetings and dinners. Ja, dus die schrijver die relateert dit geheel met zijn eigen ervaring. Dat hij vergeetachtiger is geworden vanwege dat hij zijn elektronische agenda gebruikt. En zijn hoofdrekenen is roestig geworden, arithmetic rusty, omdat hij een rekenmachine gebruikt. Dus hij snapt dat wel. It doesn't mean, as one online commentator fretted yesterday, that we are morphing into the Borg.
Just that we are living by Einstein's dictum, never memorize what you can look up. Oké, dus dit betekent niet, it doesn't mean, als iemand, zoals iemand bang was en vertelde, hè, fretted is ergens bang voor zijn, that we are morphing into the Borg. En de Borg is zo'n alien uit de Star Trek series. Hè, dus dat betekent dat we niet aan een alien aan het veranderen zijn naar een alien. Alleen maar dat we leven volgens het gezegde van Einstein. Probeer niet te onthouden wat je op kan zoeken. Om je hersens niet onnodig te belasten. I had to Google that quote. Met andere woorden, toen hij in die studie, of toen hij die quote las, toen wist hij niet wie dat gezegd had. Dus toen moest hij op Google opzoeken wie het gezegd had. Dus dat bewijst eigenlijk het feit dat die studie gelijk heeft. I had to Google that quote. Maar het is natuurlijk ook een beetje een grapje, want hij grijpt daar weer op terug. Op zijn persoonlijke ervaring grijpt hij een beetje terug op die studie. Dan gaan we nu naar de vragen kijken. I had to Google that quote. Wat voor type opmerking is dat? Wat voor type opmerking is dat? Is dat neerbuigend? Nee, want naar wie zou hij dat neerbuigend moeten doen? Hij heeft het over zichzelf, dus die klopt niet. As indifferent, onverschillig. Nee, ook niet, want hij schrijft er best geanimeerd over. Als luchtig, grappig, dat zou goed kunnen. Want in de eerste regel was ook al een beeldspraak die een beetje grappig overkwam. Hè, met je hoofd in de wolken. Dus die zou kunnen. En dan D, verbaasd, surprised. Nee, die klopt ook niet. Dus daar zien we aan dat het echt C moet zijn. As lighthearted. Dan pakken we even het antwoordblad. En daar vullen we dan ook in C. Daar gaat hij. Oké, bedankt voor het meedoen en tot een volgend filmpje. Dag!